Hey, wat goed dat je kijkt. Dit is Alfa's Goud 2020. Normaal gesproken uit een uitverkocht EM2. Ja, dan is het maar de vraag of je erbij kan zijn natuurlijk. Het is vaak uitverkocht en dan zitten er heel veel mensen gewoon te kniezen thuis. Dit betekent natuurlijk wel dat je gewoon erbij bent. Dat je mee kan kijken naar onze zoektocht, naar het talent, het goud binnen het Alfa College. We gaan, we hebben een hele mooie show. Ik ga direct aan tafel. Let's go. Blij dat ik dit niet alleen hoef te doen hier in deze studio. Enno van der Werf aangesloten. We hebben afgesproken dat we je en jij mogen zeggen van het college van bestuur. Nog niet zo heel lang werkzaam trouwens voor het Alfa College. Wat een gekke tijd kom jij hier in één keer in deze club. Ja, dat is een understatement. Ja. Maar dat geldt voor iedereen inderdaad, die hele gekke tijd. En wat ik gewoon heel mooi vind om te zien is dat ondanks dat het een gekke tijd is, dat we met elkaar er echt het beste van maken. Hè, zowel voor onze studenten, maar dankzij onze medewerkers en de partners waarmee we samenwerken. Ja. En daar ben ik echt ongelooflijk trots op. Ja, en ook Alfa's Goud gaat gewoon door, online natuurlijk. Daar zijn we trots op. Maar hoe doen jullie dan bijvoorbeeld met lesgeven? Nou, eerst even, Alfa's Goud gaat natuurlijk gewoon door. Ja. Zo natuurlijk is dat niet. Ook daar wil ik een groot compliment maken aan het organisatiecomité, die heel snel zijn gaan schakelen en de flexibiliteit hebben gehad om het toch een online variant van te maken. Dit is ons eerste online event, grote event van het Alfa College. Dus historisch zou ik willen zeggen. En het andere is minstens even belangrijk, dat we ook heel snel online lessen zijn gaan vormgeven. Ja. In 3 dagen tijd hebben onze docenten en onze ondersteunende mensen ervoor gezorgd dat alle studenten binnen het Alfa College, en dat zijn er ongeveer 15.000, online lessen krijgen. Dus het zoeken naar goud gaat nog steeds door. Het zoeken naar goud gaat zeker gewoon door, ja. Mooi. Je bent juryvoorzitter. Er is een hele grote jury natuurlijk. Veel mensen die erbij betrokken zijn. Hoe werkt dat precies? Ja, er is een aantal mensen inderdaad bij betrokken. Enerzijds de winnaars van vorig jaar. En anderzijds een collega en ikzelf van het Alfa College. En dat was echt prachtig om te doen. Yes. We gaan op zoek naar het goud binnen het Alfa College. En dat doen we onder andere met praktijkopleiders. Dit zijn de beste. Binnen het Ommelanden Ziekenhuisgroep in Schema werken wij dus met studenten onder andere van het Alfa College. Persoonlijk, en collega's van mij vinden dat ook, dat mbov-verpleegkundigen heel praktisch gericht zijn, praktijkgericht zijn. En ja, dat vinden wij zeer prettig. Ook fijn, over het algemeen fijne mensen om te begeleiden. Doeners, ik probeer dat een gevoel van welkom te geven, dat ze zich veilig voelen. En alles is nieuw voor de jonge meiden en jongens. Ik probeer een stukje veiligheid te geven, dat ze zich welkom voelen. Ik denk dat ik een empathisch verpleegkundige ben, maar ik durf ze ook aan te spreken als het niet goed gaat. Ja, zacht als het kan en hard als het moet, zeg ik dan. En ik probeer ze ook echt te leren, dat vind ik zelf superbelangrijk, behandel de patiënten met respect. Kijk, weet je, we meten heel veel, door meten weten we veel, maar kijk eens naar de patiënt, wat zie je? En ik heb er heel veel plezier aan dat ze zich ontwikkelen, dat ze een groeiproces doormaken, dat ze van onzeker iemand naar een zelfbewuster iemand toe gaan, dat ze weten dat ze het kunnen. Inmiddels heb ik al 3 stagiaires begeleid die nu mijn collega's zijn. We zijn nu bij IRFR Herenstraat 5. Een beetje de gezelligste winkel, vind ik zelf. Ja, IRFR kan je terecht voor smartphone doeleinden. Dus als je smartphone per ongeluk hebt laten vallen. En dan kunnen wij eventueel een nieuw schermpje erop monteren. En een hoesje voor je smartphone kan je bij ons halen, een glasprotector, een oplader, eigenlijk alles wat erbij hoort. Voornamelijk stagiairs heb ik hier van ICT-opleiding. Meestal denk ik zelf terug aan wanneer ik zelf ooit ben opgeleid door een stagebegeleider. Dus dan weet ik wat prettig is voor een stagiair. Soms zeg ik nog, ga maar nu alleen doen, ik kijk niet mee, maar ik kijk stiekem toch even mee of alles goed gaat. Om een beetje zelfvertrouwen op te wekken bij hun.
Ja, ik laat ze wel heel veel zelf doen. Ik vind het leukste om ze voor te bereiden voor het echte leven later. En dat ze daar ook gewoon prima kunnen functioneren. Dat is eigenlijk het leukste. Monster Drenthe is een grote tandartspraktijk met 3 vestigingen. Wij verzorgen je alles op het gebied van tandheelkunde. Van protheses tot gaatjes vullen. Ja, het is gewoon een leuk beroep. En wij krijgen hier studenten van het Alpha College, de opleiding tandartsassistenten. Ik kom er zelf ook vanaf het Alpha College, ook mijn diploma daar gehaald. Ik probeer ze op een manier te begeleiden dat ze op hun gemak zijn, hunzelf kunnen zijn. Waardoor, ja, ik ben zelf heel rustig daarin en ook wel heel open. En ik probeer ze wel echt een beetje aan te voelen hoe de persoon zelf is. En op die manier begeleid ik ze dan eigenlijk ook. Ik laat ze ook meteen aan de stoel, zodat ze meteen kunnen zien hoe het te werk gaat. Ik ben altijd in de buurt. Dat is wel heel belangrijk. Ik laat ze niet aan hun lot over. En eigenlijk zie je na die 10 weken, want vaak lopen ze 10 weken stage bij ons, dat ze het aan het einde van de 10 weken echt gewoon zelf kunnen. Dat ze echt, nou ja, al bijna een volwaardige assistente zijn. Ik ben praktijkopleider, zeg maar, in het Bostraject, buurtonderwijs en sport. En vanuit Huis voor de Sport Groningen werk ik werk in de gemeente Oldambt. En ik doe dan met name de bewegingslessen binnen het onderwijs. Dus de stagiaires die ik gehad heb en die ik nu heb, zijn vooral actief in het onderwijs. En daarmee probeer ik ze zoveel mogelijk te helpen. Ik laat ze eerst even kijken naar de groepen. En dan is het toch per persoon verschillend van wat kun je al en wat durf je al. En zo heb ik nu een stagiaire die durft bijvoorbeeld al complete lessen te geven. Maar ik heb ook stagiaires die eigenlijk nog bang zijn om een les te geven. En kijk toch gewoon echt wel naar het niveau en kijken wat ze uiteindelijk kunnen halen. Dus ik probeer wel het uiterste eruit te halen. Je ziet ze gewoon meer lol krijgen ook in het lesgeven. De een heeft een andere aanpak nodig dan de ander. Dus je leert toch elk jaar weer bij van oké, hoe kan ik nu het beste zo'n stagiaire begeleiden van nul naar misschien nog niet compleet tot 10. Ja, het complete plaatje, zeg maar, van lesgeven. En je kunt zelf ook nog eens een keer wat leren. Af en toe heb je een keer een tikspel of een themales die je zelf niet hebt. En dat je denkt, goh, dat is ook wel grappig voor mijn eigen les. We zijn hier op de afdeling beschouwend van het Drapke Sweert Ziekenhuis. En het Drapke Sweert Ziekenhuis, dat valt onder de Saxenburg Groep in Hardenberg. Ja, we hebben hier een leerafdeling van 12 tot 15 studenten van het Alpha College. Die lopen hier een jaar stage en die begeleid ik. Ja, ik vind het heel leuk werk. De MDO-studenten zijn heel praktisch ingesteld. En ik vind het begeleiden houdt jezelf ook heel scherp. Het zet jezelf ook weer aan het denken. En je blijft zelf ook bij met de nieuwe ontwikkelingen. En ik probeer wel zo goed mogelijk een goed leerklimaat voor de studenten hier te creëren. Ik vind een goed leerklimaat dat de student zich veilig voelt, dat ze zichzelf durven te zijn. Dat is denk ik wel het belangrijkste. Dat ze niet bang zijn om fouten te maken, want daarvoor, ze zijn hier om te leren. ENSI is een groot bedrijf in services en energie. Het is een wereldwijd bedrijf met 160.000 medewerkers. Mijn rol is het begeleiden van de studenten in de eerste aanzet. Ik zorg binnen de organisatie dat de studenten op de juiste plek komen binnen onze organisatie. En tevens zorg ik dat de eerste keer dat ze bij ons komen een goede introductie krijgen. Aan de hand van gesprekken met de studenten kom ik over het algemeen wel tot de kern wat ze graag willen, waar hun visie ligt, waar hun toekomst ligt, waar ze naartoe willen groeien. En op basis daarvan probeer ik ze ook zo mooi mogelijk op de juiste plek neer te zetten. En de overige dagen van de week gaan ze over het algemeen mee met een technicus het veld in. En dan worden ze gecoacht door mijn collega's. Dit vak kan ik niet alleen doen als praktijkbegeleider. Daar heb ik mijn collega's ook voor nodig. Samen trekken we deze kar. Het geeft mij gewoon energie dat ik zie dat de jongere student, de jeugd, gewoon de techniek in wil. We hebben gewoon aanwas van technici nodig. En ik denk dat dit met het Alpha College daar een hele mooie stap voor is. Ja, dat is wel bijzonder eigenlijk. Dit zijn eigenlijk mensen die niet in dienst zijn van het Alpha College, maar toch keihard hun best doen om die student zo goed te maken. Ja, absoluut. We zijn ontzettend blij met alle praktijkopleiders. Want zij zijn de mensen die onze studenten het vak leren. Mm-hmm. Op de vloer, in de praktijk. Ja, fantastisch. Ja. En de passie spat er vanaf. We gaan op zoek naar die winnaar. De jury heeft erover nagedacht en dit is het oordeel. Nou, mij dan de eer om de winnaar van de categorie Beste Praktijkopleider bekend te maken. Voor dit jaar, 2020, is dat geworden Annemiek Magen van het bedrijf Mondzorg Drenthe.
De jury is heel erg positief over haar enthousiaste en persoonlijke benadering van de studenten. Ze kijkt heel erg naar de persoonlijke leerbehoeftes van de studenten en past echt haar begeleiding daarop aan. Ook creëert ze een veilige werkplek en een leersituatie door te zorgen dat ze altijd in de buurt is bij een behandeling, zodat de student altijd op haar terug kan vallen met vragen. Haar ambitie is eigenlijk om binnen die 10 weken dat de student stage bij ze loopt, voor zorg te dragen dat de student eigenlijk bijna als volwaardig tandartsassistent kan functioneren. Dat vinden wij ook heel erg ambitieus en dat creëert ook hele uitdagende leersituaties voor onze studenten. Dus ja, namens ons allemaal van harte gefeliciteerd, Annemiek. Annemiek Mager van Mondzorg Drenthe, van harte gefeliciteerd, de allereerste winnaar van vanavond. Ja, Annemiek, fantastisch. Van harte gefeliciteerd, ook namens mij, dat je in zo'n sterk deelnemersveld eerste bent geworden. En zegt ongelooflijk veel. Yes, Annemiek heeft daar zelf ook nog iets over te zeggen. Wauw, wat ontzettend gaaf dat ik de beste praktijkopleider van Alphen Schout ben geworden. Ik ben enorm verrast en superleuk. Het geeft me echt een eer aan mijn werk en aan het begeleiden van stagiaires. Bedankt hiervoor. Annemiek zit gelukkig niet helemaal in quarantaine. Ze mag af en toe naar buiten. Gelukkig maar. Goed, we gaan door naar het beste leerbedrijf. Leerbedrijven, belangrijk natuurlijk. Ja, uitermate belangrijk. Eigenlijk wat ik net al zei over de praktijkopleiders. En de praktijkopleiders zijn in dienst van de leerbedrijven. En daarmee zijn die leerbedrijven voor ons ook enorm van belang. Hè, voor de studenten die stage lopen en voor de praktijkopdrachten. Ja, precies. Allerlei verschillende soorten en we gaan nu kennis maken. Activiteiten die wij doen, is alles wat hierachter in dat 6000 hectare Drentsch-Friese Wold kan en mag. Op jaarbasis zijn hier vanaf meivakantie tot aan oktober ongeveer studenten aanwezig. Zij krijgen de ruimte om zelf na te denken over logistiek, materialen, middelen, mensen en het ontvangen van de gasten. Studenten geven aan dat ze hier goede feedback hebben gekregen, verantwoordelijkheid hebben gevoeld en ook gepakt, geleerd om te plannen. Het voordeel zit er dus in dat ze hier 24/7 zijn. We hebben hier jongens en meiden lopen die met ons dingen bespreken die ze ergens anders niet doen. En dat is omdat ze zich hier heel vertrouwd voelen en heel goed. Ik heb eens een keer een coach gehad van een jongen. Die belde me op en die wou het even over hem hebben. Want het was altijd moeilijk, lastig, niet op school. En ik zei, nou, maar dat is niet de jongen die ik voor ogen heb. Hij zou voor mij de sleutels van de auto en van de toko krijgen, maar alles draaien hier. Topper. Hij komt van ver, maar als hij hier in de buurt zou wonen, zou hij gelijk aangenomen worden. Binnen Martini Plaza hebben wij een marketing- en communicatieafdeling, waar wij ook studenten ontvangen van het Alpha College. Wat wij studenten proberen mee te geven is natuurlijk de kennismaking met marketing en communicatie en alle werkzaamheden die daarbij horen. Hoe mooi het vak is, wat allemaal mogelijk is binnen marketing en communicatie. We proberen de studenten te laten zien wat Martini Plaza is voor stagebedrijf. En welke rollen je nog meer binnen zo'n bedrijf zou kunnen vervullen. Dus niet alleen op de marketingafdeling. Maar we laten ze ook bijvoorbeeld meekijken tijdens de evenementen zelf. Een dagje meelopen met de accountmanagers, met de projectleiders. Dus op die manier proberen we de studenten te laten zien wat er mogelijk is binnen zo'n evenementenlocatie. En daarnaast natuurlijk dat er hard wordt gewerkt, maar dat het ook heel leuk is en gezellig. Wij krijgen terug van onze stagiaires dat ze veel leren. Dat ze veel meer mogen doen dan dat ze hadden gedacht. En dat het ook veel uitgebreider is dan alleen het bijhouden van social media. Maar dat er bij marketing en communicatie nog veel meer komt kijken. Welkom Friese Veen is een bedrijf in tuin, dieren en kleding. En een seizoensbedrijf, dus we gaan met alle seizoenen mee. En in elk seizoen verkopen we weer andere producten. En de leerling krijgt van alle facetten wat mee. Dus inkoop, verkoop, kassa, cijfermatig, resultaten. Dus eigenlijk alles om een eigen bedrijf te leiden. We krijgen vaak reacties van leerlingen terug hier, dat ze het fijn vinden om hier te werken en dat ze veel leren. En dat ze ook wel andere leerbedrijven hebben meegemaakt en dat het hier toch wel heel anders gaat. Leerlingen vinden dat ze hier beter begeleid worden dan bij een ander bedrijf. Het is niet dat ik dat alleen doe, dat doen we samen. Samen met mijn collega's die ook al langer werken, die ook ervaren zijn. Ieder pakt wel een stukje om de leerling te begeleiden. We hadden de nominatie van beste leerbedrijf niet zien aankomen, maar we waren er natuurlijk wel heel blij mee en ook wel, ja, geef toch wel een stukje waardering in wat je gedaan hebt. Jazeker, daar zijn we ook trots op. We hebben op 4D hebben wij het leerplatform. En het leerplatform is een redelijk unieke vorm hier in dit ziekenhuis. Het grote voordeel daarvan is dat
de studenten heel veel samenwerken. Die werken met elkaar, de mbo-studenten, derdejaars, vierdejaars, hbo-studenten, alles bij elkaar. Ze leren ook van elkaar en dat begint eigenlijk allemaal met de dagopstart. We beginnen in ieder geval hier op onze afdeling om 8 uur met de dagopstart en dan gaan we met z'n allen bijeen zitten. En dan gaan we eigenlijk, beginnen we gewoon van wat zijn de leerdoelen voor vandaag, gaan we per student gaan we dat af. We proberen dan als praktijkcoach, maar ook als werkbegeleider om echt die leerdoelen uit te vragen. Van waarom heb je dit als leerdoel, wat ligt daar eigenlijk onder? Zodat je eigenlijk kan kijken van hoe kun je het leerrendement omhoog halen en niet dat het gewoon een standaard leerdoel wordt, zeg maar. Ja, de studenten geven aan dat ze het heel fijn vinden hier. Ze worden hier ook echt in het Martini ziekenhuis werknemer beschouwd met alle rechten en plichten van dien. Maar ja, je ziet ze absoluut groeien. Welkom bij de gemeente Assen en bij Team Handhaving. We bestaan uit 15 man en we doen ongelooflijk veel taken. Maar waar je vooral aan moet denken is parkeercontrole, afvalcontrole, de hondenpoep, adrescontroles, de ondermijning, mensenhandel. Ik kan nog even een poosje doorgaan. Als ik puur sec kijk naar handhaving, daarin hebben we echt gekozen om te kijken van wat heeft de leerling nodig, de student. En we zien ze eigenlijk ook niet als leerling of student. Dus op momenten, we doen de normale sollicitatieprocedures. Op basis daarvan gaan we echt kijken naar of iemand past binnen het team. Nou, en op die manier zijn ze echt een onderdeel van het team. Nou, en draaien ze mee gewoon in alle facetten. Het bijzondere daarnaast is dat de stagiairs ook de mogelijkheid hebben om beëdigd te worden als BOA, buitengewoon opsporingsambtenaar. En dat maakt dat je als volwaardige BOA een straat op gaat en je volledig zelfstandig je proces verbaal mag maken en afhandelen. Nijesta is een woningcoöperatie en wij verhuren 13.500 woningen in de stad Groningen. Wij zijn de grootste coöperatie van de stad Groningen. Vanuit de afdelingen vastgoed en de afdeling onderhoud begeleiden we beide afdelingen de stagiaires van het Alpha College. En dan de derde en de vierdejaars. Hier bieden wij de stagiaire ruimte om alles uit zichzelf te halen. We nemen de stagiaire mee naar de bouw, naar de onderhoudsprojecten. Ze voeren toezicht uit op de bouw, voeren inspectie uit bij onderhoud. Laten ze zelfstandig werken, geven feedback, krijgen feedback. Ze draaien gewoon volledig mee. Ze mogen echt alles, ze zitten overal bij. Voor een stagiaire binnen onze organisatie zijn er geen beperkingen. We zien de studenten tijdens hun stage groeien in hun persoonlijke ontwikkeling en de technische ontwikkeling. Persoonlijk omdat ze veel zelfstandiger worden en technisch omdat ze hetgene wat ze op school leren nu ook in praktijk kunnen brengen. Als reactie krijgen we terug dat het heel waardevol is wat ze hier hebben geleerd. We zien regelmatig dat leerlingen die bij ons stage hebben gelopen later ook weer bij ons aan het werk komen. En dat is een heel goed teken. Yes, de leerbedrijven. Heel erg belangrijk natuurlijk, die leerbedrijven. Ja, ongelooflijk belangrijk voor ons en voor onze studenten. En we zijn ontzettend blij met ze. En je ziet de diversiteit. Fantastisch. Ja, ongelooflijk. We gaan kijken wie de jury echt de beste vond. Vorig jaar werden wij Camping Meerwijk gekozen tot leerbedrijf van het jaar. Wat een ontzettende leuke waardering was dit. En wat geven we dit graag door. Ik had graag jullie een persoonlijke knuffel willen geven. Een handdruk en een nog dikkere knuffel, maar helaas gaat dat niet. En moet ik de award zo aan jullie uitreiken. Daarom vond ik het toch ontzettend leuk van Alpha dat ze dit evenement toch lieten doorgaan, maar dan op deze manier. Ik geef het stokje voor 2020 graag door aan een bedrijf wat een leerplatform heeft opgezet, een bedrijf waar stagiaires zelf hun doelen stellen en een bedrijf waar verschillende niveaus samenwerken. En een bedrijf wat in deze dagen nog een extra complimentje verdient. Ik geef het stokje door aan Martini Ziekenhuis. En ik wens jullie ontzettend veel plezier met deze erkenning. Het is natuurlijk superleuk dat jullie in deze tijd het ook nog eens extra kunnen uitdragen. Een lichtpuntje in deze ontzettend rare tijd. Bij deze een virtuele knuffel op afstand voor jullie allemaal. Oh, wat fantastisch zeg, het Martini Ziekenhuis en dat in deze fase. Ja, echt ongelooflijk mooi. Allemaal sterke leerbedrijven, maar dat het Martini Ziekenhuis het in deze periode wint, vind ik echt wel fantastisch. Een hart onder de riem voor alle mensen die in de zorg werken. Fantastisch. Yes, en volgens mij zijn ze er zelf ook blij mee. We gaan even kijken. Hartstikke bedankt dat wij onszelf het beste leerbedrijf 2020 van het Alpha College mogen noemen. En daar zijn we ontzettend trots op. Bedankt natuurlijk voor alle begeleiders, stagiaires, Martini Academie
En Ingeborg Meijer. Ja! Ze zijn blij in het Martini ziekenhuis en terecht volgens mij. We gaan naar een bijzondere categorie, de beste student buitencategorie. Wat is dat precies? Ja, de buitencategorie zijn studenten die niet in de standaard categorieën vallen, maar die we toch in het zonnetje willen zetten. Want het zijn mensen die echt hele bijzondere prestaties hebben geleverd. En dat zul je zo meteen op de filmpjes ook gaan zien. We gaan eerst kijken naar Mohamed Younous. Ja, omdat ik ben heel motivatie. Altijd toen ik bij V-team eerst en V-team hebben een soort van activity taalcafé elke vrijdag. De mensen ook van Alpha College werken daar om te helpen mensen met problemen met de taal. Het is moeilijk en dan zie je ziet dat ze krijgt depressie en niet blij, zielig gevoel omdat hij begrijpt niet. Ik probeer dat te vertalen, hij begrijpt, dan zij blij of hij blij. De medewerker blij om één stap met die persoon te helpen. Dit vind ik mooi om mensen ook te helpen. Naar je aan te brengen naar jouw blik. Het is heel blij. Ze zeggen, joh, mooi, je doet heel goed. Je helpt ons, je brengt mensen naar ons. Ik voel goed en de mensen voelen goed en de buitenlanders voelen goed. Dit is mooi om te doen. Yes, het verhaal van Mohamed hebben we net gehoord. Ja, echt een heel bijzonder verhaal. Zeker als je weet dat hij al best lang in Nederland woont. De taal niet heel erg machtig was, maar zo enorm in zichzelf is gaan investeren. Ja. En daarna ook nog eens een keer in anderen is gaan investeren. Ja. Heel bewonderenswaardig inderdaad. Yes. Goed gedaan. We hebben nog een buitencategorie student die we in het zonnetje willen zetten. Dit is Barry. Ik werk bij de gemeente. En mijn dagelijks leven is één dag in de week naar school. En eerder had ik op een speciaal onderwijs gezeten. Ik kreeg weinig aandacht aan lezen en schrijven. Nou, toen wou ik toch wat meer bereiken in mijn leven en daar ben ik nog mee bezig. Lezen en schrijven, dat gaat hartstikke goed. Want ik heb mijn rijbewijs ook gehaald, dus alle certificaten en zo. Oh, voor de maatschappij, maar als je niet kunt lezen en schrijven, dan loop je wel achter met dingen. Ja? Dus, bijvoorbeeld als je medicijnen neemt, dat heb ik dus niet, maar met krant lezen en zo. Ja, en dat lukt nog hartstikke goed nou. Dus, ja. Even kansenboek zelf. Ik wil echt voorbeeld zijn van anderen, zeg maar. Ja, en daar ben ik nu. Want ik ben ook taalambassadeur. Dus dan ga ik verhaaltje vertellen aan mensen van wat is lage letter, waar houdt dat in? Ja. Ik heb me echt heel goed ontwikkeld, zeg maar. Vergeleken met jaren geleden. Ja. Na 20 jaar heb ik alles opgepakt, zeg maar. Ik zou zeggen, doe er wat aan. Ga er wat doen. Ga naar school of ga hulp vragen. Ja. Ga niet thuis in of ga een boekje lezen. Ja. Ja. Het is gewoon heel belangrijk voor de maatschappij. Barry en Mohamed, wie wordt de winnaar? Ja, wie wordt de winnaar? Voordat ik daar wat over ga zeggen, wou ik toch in eerste instantie even zeggen dat ik het echt ontroerend mooie filmpjes vond. Mm-hmm. En wat je ook ziet is dat Barry en Mohamed behoorlijk wat overeenkomsten hebben. Ze tonen beide durf, lef en moed. Zijn krachtige personen wat mij betreft. Zijn ook veerkrachtig, heel sociaal en gaan voor een betere wereld. Ze denken niet alleen aan zichzelf. Ja. Maar aan de andere kant zijn ze ook heel erg zichzelf. Ja, ik hou het nog even spannend hoor. Mm-hmm. Aan de andere kant zijn ze ook heel erg zichzelf. Ze zijn wie ze zijn en dat maakt ze ook uniek. En juist omdat ze beide zo uniek zijn, hebben wij als jury besloten om ze allebei tot winnaar uit te roepen. Nou, dat is natuurlijk een hartstikke grote felicitatie voor jou, Barry, voor jou, Mohamed. En de prijzen zullen op een gepast moment naar jullie toekomen. Oké, als alles weer rustig is, dan komen die prijzen vanzelf naar jullie toe. We gaan naar de categorie beste docent kijken. Ja, vandaag gaan we volleyballen. En volleybal wordt eigenlijk gesplitst op en spelregelkennis, maar ook scheidsrechterkennis. Tegelijkertijd gaan we ook de studenten leren technisch en tactisch beter te leren volleyballen. Wat ik mooi vind aan docentschap is de omgang met de studenten. En ik vind het op dit moment heel mooi dat de leeftijd ook niet zo'n groot verschil is. Door dat leeftijdsverschil kan ik een bepaalde relatie opbouwen en dat vind ik wel heel fantastisch. Je hebt het over schooldingen en dingen die moeten. En mogen, maar je hebt het ook wel eens over privé dingen, over wat zij echt leuk vinden. En doordat die wisselwerking en privé en zakelijk school, te combineren, creëren we toch een bepaalde relatie. En dat vind ik mooi. Ze vinden het heel fijn dat er een hele ontspannen sfeer is binnen de lessen. En dat ze door die ontspannen sfeer eigenlijk ook weer juist heel relaxed kunnen zijn binnen het maken van de opdrachten of het luisteren naar mij als docent. Op een gegeven moment kan het ook wel eens iets te ontspannen worden. Dan heb je het gevoel, we hoeven niks te doen, maar dan pak ik ze wel even terug. En dat is natuurlijk mijn taak.
Hier worden alle praktijkonderdelen gegeven. Dat houdt in ontvangstklanten, als het knippen van een klant, als het kleuren van een klant, het feunen, de heren knippen, dames knippen. Eigenlijk ieder aspect wat met de kapper te maken heeft, leer ik ze. Ik heb heel veel structuur in mijn lessen en ze weten precies waar ze bij mij aan toe zijn. Dat is wel heel mooi om te zien, de ontwikkeling in 2 of 3 jaar. Ja. Dat vind ik ook wel mooi, maar ik vind vooral het begeleiden mooi. En ik denk ook dat dat mijn kracht is, dat ze daarom mij ook genomineerd hebben, dat ik er altijd voor ze ben. En soms is het wel 24/7. Maar dat maakt ook wel weer dat ze het gevoel hebben dat ze altijd bij mij, dat het altijd veilig is. Als ze hier zijn en ze komen binnen en dan, ik zeg altijd goedemorgen. En als ik weet dat met oma wat is, dan vraag ik altijd, God, hoe gaat het met je oma? En dat ze echt gezien worden. En dan ook echt. Het mooie aan docent zijn is voor mij in ieder geval de interactie die je met de leerlingen hebt. En ook wel gewoon een beetje het spelletje. Hè, van gewoon mogen we eerder weg, mag ik er later inkomen, ik heb mijn huiswerk niet gedaan, al die zaken inderdaad, hoe je daar dan als docent en coach zijn ermee omgaat, maar ook natuurlijk dieper van wat heeft iemand nodig om deze opleiding te kunnen doen, hoe kunnen we iemand in zijn of haar kracht zetten en dat hele proces. Ik ben wel bereid om te kijken van wat beweeg je nou, wat motiveert je nou, hè? Waar zitten je krachten, maar ook inderdaad van wat zijn de valkuilen, wat houd je zoal tegen en hoe kunnen wij school zijnde, of ik als docent zijnde, hoe kunnen we zorgen dat jij inderdaad hetgeen krijgt waardoor jij dan wel weer bijvoorbeeld een opleiding zonder problemen kunt volgen of dat je op de juiste plek terechtkomt. Ik werk op Admiraal de Ruit. Wij noemen het de Ruits eigenlijk en ik geef het vak elektrotechniek en over het algemeen geïntegreerde elektrotechniek. En dat geef ik aan anderstalige studenten, de studenten met Nederlands als tweede taal. Eigenlijk vluchtelingen om het zo maar te zeggen. Het beter zijn met de leerlingen, dat vind ik eigenlijk het allerleukste. Hè? Om die leerlingen ongeacht hun achtergrond, ongeacht geloof, ongeacht idealen misschien, om die toch met elkaar te verbinden. Wat ik ook heel leuk vind, ik hou niet zo van het klaslokaal om daar altijd te zitten. Zoals laatst dat het Forum werd geopend in Groningen, prachtig gebouw. Dan tegen die jongens zegt, jongens, we pakken de fiets, we gaan naar het Forum toe. En we zijn gaan lopen door het gebouw heen, we hebben gekeken, wat voor techniek kom je tegen, wat is mooi en wat vind jij ervan en waarom vind je dat? En ja, zo enthousiasmeer je ze eigenlijk ook een beetje voor het vak, hè, waarvoor je bezig bent. Dat je dit soort jongens, dat zijn echte doorzetters. En als je een stukje mee kan bouwen aan hun nieuwe toekomst, ja, dat is fantastisch. Dat is niet alleen mooi als docent, maar denk ik ook als mens. Ik zeg altijd van, oké, jullie komen hier met je lege rugzakje. En ik wil jullie rugzak eigenlijk zo vol mogelijk maken met allemaal nuttige dingen die je later kan gebruiken. En dat op het moment dat je dan van school af bent, dat bij wijze van spreken bedrijven zien, oh, die komt van het Alpha College Hardenberg, hè, van de ICT-opleiding. En dat ze denken, oh ja, maar die zijn goed. Hè, die zijn goed opgeleid en een beetje, ja, hoe zeg je dat, opgevoed. Ja, dat we ze dan goed hebben afgeleverd of zo. Dat ze de kennis hebben, maar ook de vaardigheden en ook sociaal. Daar in mijn lessen besteed ik daar ook heel erg veel tijd aan. Mm-hmm. Het is heel leuk dat we de theorie, maar hoe verbinden we dat zo meteen met het werkveld? En hoe ben jij ook zo meteen als persoon? Hoe ben jij zo meteen echt als deel van de maatschappij? Ja. Dat is een breed begrip en dat probeer ik kleiner te maken en dat we dan samen de wereld gewoon een beetje beter maken. Ik heb eigenlijk helemaal niet door dat ik zo'n invloed heb. Dat ontgaat mij. Ik doe mijn werk en ik probeer. Ik ben daar helemaal niet mee bezig. Ik was helemaal niet mee bezig om beste docent te zijn. Of ik geef les en daar hou ik gewoon heel veel van. Ik kreeg terug ook hele mooie mails naar aanleiding van een behaaldexamen van een student. Nou, dat raakte me gewoon. Ja, van, ik had eigenlijk geen vertrouwen in mezelf, maar u geloofde in mij en u zei de hele tijd dat ik het kon. En uiteindelijk heb ik een heel goed gevoel over mijn examen. En toen wist hij nog niet of hij het gehaald had, maar hij zei wel, ik heb het gehaald, want ik weet gewoon dat het goed gegaan is. En dat was gewoon een hele mooie mail. En ik denk van ja, dit is precies waarom ik het doe. Ik heb vaak wel bedankt voor uw les en heb wat aan gehad, maar ook echt van, je heeft een stuk onzekerheid weggenomen en mij zekerder gemaakt. En toen ik eigenlijk niet in mezelf geloofde,
geloofde u dat wel? En het is precies een docent die ik wil zijn. Dat wil ik zijn, ja. Ja, mooi om te zien. Een docent is natuurlijk, ja, als je een school hebt, is bijna het allerbelangrijkste, lijkt me. Ja, absoluut. Die docenten die zijn ongelooflijk belangrijk voor onze studenten. Ze helpen ze natuurlijk met de kennis, met de vaardigheden, mm-hmm. maar ook met persoonsvorming. Mm-hmm. En dat alles bij elkaar, dat is een prachtige cocktail. Maar die cocktail is wel heel moeilijk te maken in sommige gevallen. En wij zijn blij met zulke fantastische docenten die daartoe in staat zijn. Ja, dat kan ik me voorstellen. De jury heeft er over nagedacht en dit is het oordeel. Beste Robin. Van harte gefeliciteerd met je benoeming tot Alfa Schout. Een hele eer die je verdiend hebt. Van harte. We hebben als jury bij elkaar gezeten en daarin ben jij de onverschrokken winnaar. We hebben een aantal punten genoteerd, die wil ik graag even met je delen. De eerste daarvan is, ondanks de verschillende achtergronden, leg je toch de verbinding met jezelf en onderling in je lessen. Dat vinden we echt heel erg sterk, dat is heel erg goed. Daarnaast is het heel mooi om te horen dat je het zoekt buiten je eigen leslokaal. Hè? Je gaat erop uit en vervolgens probeer je er op die manier wat uit te halen. Dat geeft een meerwaarde voor het onderwijs en geeft dat een extra dimensie aan het leren. Dus dat vinden we eigenlijk ook heel erg goed. Het maakt het een stuk uitdagender voor jezelf en voor de leerling. En uiteindelijk als derde dat je mee wil bouwen aan de toekomst van de leerling. Ja, dat is eigenlijk een fantastische drijfveer die je ook benoemt. Dus al deze zaken hebben ervoor gezorgd dat jij je Alfa Schout mag noemen voor 2020. Ik mocht dat voor 2019. En ik ben blij dat ik een stokje aan jou over mag dragen. Van harte gefeliciteerd en ik wens je heel veel succes in de toekomst. Yes, Robin van den Broeke heeft gewonnen. Terecht volgens mij. Ja, heel terecht. Alhoewel het hier ook een close call was. Okay. Maar in deze tijd techniek zo onder de aandacht brengen bij de studenten. Mm-hmm. Binnen de school en buiten de school. Echt fantastisch. Dus ook namens mij, Robin, gefeliciteerd. Yes, en hij staat in zijn tuin. Dus we gaan even naar Robin. Nou, vanuit mijn eigen tuin met genoeg afstand van de filmer wil ik jullie hartstikke bedanken. Wat een eer. Echt superleuk. De nominatie was al heel bijzonder. En nu win je ook nog. Wauw. Super bedankt iedereen. Collega's, leerlingen. En we gaan ervoor. Hey, het gaat jullie goed en hopelijk tot snel. Robin die gaat waarschijnlijk weer snel naar binnen. We gaan naar de categorie beste student. Die heb ik ook dit jaar weer mogen begeleiden. En dat vind ik elk jaar een enorm feest om te doen. Die studenten, je hebt er natuurlijk ongelooflijk veel lopen binnen zo'n school. Hoe vang je dat goud? Ja, hoe vang je dat goud? Daar spelen de docenten weer een hele belangrijke rol. Mm-hmm. Doordat zij ook kunnen aangeven wat hele goede studenten zijn. Mm-hmm. En dan gaat het niet om de hoogste cijfers. Dat zul je ook in de filmpjes terugzien. Er komen hele andere aspecten aan de orde. Oké, we gaan kijken naar de eerste kandidaat. En dat is een gewiekste commerciële jongen. Dit is Ravi. Ik neem je mee terug naar het jaar 2017. Naar mijn eerste echte bijbaantje bij Kippie Emmen. Ik weet het nog goed. Het was een regenachtige zaterdagochtend. Mijn eerste tevreden klant. Ik reek af met de klant en de klant liep met een goed humeur weer weg. Toen besefte ik, dit wil ik blijven doen. Klanten blij maken. Een half jaar later in de derde klas van de middelbare school moest ik zelfs georiënteerd op een beroep. Ik wist dat ik iets met klanten wou blijven doen. Maar wat? Mijn mentor zei, jij bent goed in de economie en je wil iets met klanten blijven doen? Waarom word jij geen financieel adviseur? Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb me aangemeld voor de niveau 4 opleiding klantmedewerker bij Keirdiensten op het Alfa College in Hogeveen. Een paar maanden later gingen we ons vanuit school richten op de politiek. Hiervoor deden we mee aan een jeugddebat. Bij het jeugddebat was ook de jongerenadviesraad Emmen aanwezig. Ik voelde mij direct aangetrokken tot deze adviesraad en heb mij direct aangemeld als lid. Nog geen 3 maanden later was ik algemeen en inhoudelijk bestuurslid van de jongerenadviesraad. Dit heb ik 1,5 jaar gedaan en daarna heb ik me aangemeld voor een echte politieke partij en ben ik mij hier ook voor gaan inzetten. Dit doe ik nu nog steeds. Een jaar geleden heb ik stage mogen lopen voor mijn opleiding. Ik heb deze stage mogen lopen bij een makelaar. Bij deze makelaar kwam ik een oud makelaar tegen die graag haar huis wil verkopen. Ze wil het helemaal zelf doen,
maar ze had geen platform om dit te doen. Hierdoor was ze noodgedwongen om naar een makelaar te gaan en hier de volle prijs te betalen voor iets wat ze zelf ook had kunnen doen. Toen bedacht ik me, dit kan anders. Een half jaar geleden zijn we op school begonnen met keuzedeel ondernemen. Toen dacht ik direct terug aan deze makelaar. En Fried en ik zijn een idee gaan bedenken. Wij zijn het gaan uitwerken en hebben ons direct aangemeld bij de Kamer van Koophandel. Wij hebben zelfs een eigen onderneming gestart. Rapide Wonen, een online platform voor de verkoop en verhuur van woningen. Wij bieden de mensen een alternatief. Door ons bent er geen makelaar meer nodig. En nu? Ik werk bij een restaurant, een opticien, de SNS-bank en ik heb mijn eigen bedrijf. Dus zijn klantcontact geen gebrek. En ik vind nog steeds het leukste wat er is. Waar ik over 10 jaar wil staan, aan het roer van het grootste vastgoedplatform van Nederland. Wilt u graag een huis verkopen? Dan bent u bij mij aan het juiste adres. Yes, dat was Ravi. Ja, ik geef het je te doen hoor. Zo in zo'n huiskamer met zo'n... mensen hebben er hard aan gewerkt, onder andere ook. Wie gaat het filmen? Hoe moet ik het doen met geluid enzovoort enzovoort. Dapper gedaan. Hele ondernemende jongen, Ravi. Hoe doet hij dat, hè? Ja, onvoorstelbaar. Ravi heeft volgens mij 72 uur in 1 dag. Ik wou dat ik het had. Ja, precies. We gaan naar kandidaat nummer 2. Dat is Midia. Hallo. Vandaag wordt een mooie dag. Ik ben Midia. Ik ben 23 jaar oud. Ik ben thuis samen met mijn ouders. Ik ben bijna 3 jaar in Nederland. Ik volg de entree in T2. Dat is niveau 1. Volgende jaar wil ik naar niveau 2. Vorig jaar heb ik stage gelopen bij Poterspeelzaal. Dit jaar loop ik stage bij kinderopvang. Ik heb poterklas. Ik moet de hoop leren, maar maakt het niet uit, omdat ik ben hartelijk leergierig en hulpzaam. Ik doe mijn best op school, Alpha College. Ik denk altijd positief. Ik durf ook om hulp te vragen. Hierna zou ik graag studeren van niveau 2, dan mijn uiteindelijk droom is kinderen gelukkig zien en een goede onderwijs krijgen. Dank jullie wel voor het luisteren. Ja, Midia, het is een bijzonder verhaal. Helemaal hierheen gekomen, de taal eigenlijk niet zo goed kunnen en dan toch nog jezelf zo naar voren duwen, hè, binnen die praktijk. Ja, mooi. Ja, heel mooi. Als je van jongs af aan een droom hebt en die droom jaren later, ondanks alles wat ze heeft meegemaakt, weet waar te maken. Ja, ja, niets anders dan lof en complimenten. Goed gedaan. We gaan naar Marcel. Goedenavond. Ik wil jullie meenemen op woensdag 19 november. Ik was aan het gamen met een goede vriend toen ik een appje binnenkreeg. Aangezien we in de finale stonden, besteed ik daar niet direct aandacht aan en hebben we eerst de finale afgemaakt. Die hebben we helaas niet gewonnen. Toen ik het appje opende, was het tot mijn grote verbazing een berichtje van mijn coach over het feit dat ze me wilde nomineren voor Afvalschout. Ze schreef mij dat omdat ik altijd voor iedereen klaar sta en zoveel mogelijk mensen probeer te helpen, ik deze nominatie had verdiend. Nu we het toch even hebben over mensen helpen, wil ik graag iedereen bedanken van Afvalschout voor de support en ondersteuning in deze toch wel lastige tijden. Zelfs het door laten gaan van Afvalschout op een andere manier vind ik bijzonder en ook daarvoor wil ik iedereen bedanken. Mensen helpen en ondersteunen is mijn grote passie en hetgeen waar ik echt blij van word. Momenteel loop ik stage op een zorgboerderij, waar we werken met cliënten die, hoewel ze zelfstandig zijn, toch ondersteuning en dagbesteding nodig hebben. Ik zal even een voorbeeld geven van een paar weken terug. Ik was samen met een cliënt een koeienhok aan het schoonmaken, toen hij mij vertelde dat hij best wel zenuwachtig was voor een nieuwe stagiair die zou komen. Hij vond het spannend omdat hij bang was voor de vragen die hij zou krijgen, maar vooral welke antwoorden hij erop zou moeten geven. Ik heb toen al zijn vragen met hem doorgenomen, waardoor hij wat minder zenuwachtig werd. En hij vertelde mij zelfs de volgende dag dat hij beter had kunnen slapen na ons gesprek. Dat zijn de kleine dingen waar ik zo gelukkig van word en wat me duidelijk maakt dat ik verder wil in deze richting. Ik heb nooit door willen leren, nooit de nut van school ingezien en nooit echt mijn best gedaan. Totdat ik op het Alpha College kwam en in aanraking kwam met zorg en welzijn, waardoor ik nu een vervolgopleiding ga doen, begeleiding specifieke doelgroep, waardoor ik over een paar jaar aan het werk kan als begeleider op een zorgboerderij. Ik wil iedereen bedanken die mij heeft genomineerd voor dit leuke avontuur. Het was echt top. Ja, je zou maar in de klas hebben zo'n Marcel, dat helpt natuurlijk. Ja, helpt enorm. Hele sociale jongen. Sociaal richting zijn medestudenten, richting de docenten. Mm-hmm. En het zou toch heel mooi zijn als hij de maatschappij vorm zou kunnen geven. Ik heb nog een sociale student voor je. En een hele creatieve. Dit is Anouk. Bij ons thuis werd er altijd veel geknutseld. Als we op vakantie gingen, zaten we nooit stil.
We gingen naar het strand om schelpjes en haaientanden te zoeken. Met de spullen die we vonden, maakten we dingen. Zoals een hele muur beplakt met schelpen. Met mijn vader is mijn hobby voor schedelverzamelen ontstaan. De eerste keer op het strand vonden we een bruin vis dat was aangespoeld. Samen met mijn vader maakte ik het skelet vrij van de blubber en kookten we de schedel schoon. Dit vond ik zelf echt fantastisch om te doen. Het idee dat je gewoon van iets vies iets moois over kunt houden is fantastisch. Mijn moeder heeft mij geleerd om mijn eigen kleding te ontwerpen en te vervaardigen. Mijn eigen stijl was dan wel snel te zien. Ik doe de opleiding ontwerpend meubelmaker, wat ik echt een fantastische opleiding vind. Het idee dat je gewoon van een simpele plank een heel meubel leert maken is fantastisch. Ik heb al vele stages achter de rug. Altijd werd er voor een stage gekozen waarin experimenten en creativiteit door het stageadres omarmd werden. Pinkwood is mijn recentste stage. Dit is een eenmansbedrijf die meubels maakt. Hier heb ik geleerd hoe ik mijn ontwerpen ook daadwerkelijk kan vervaardigen. Mijn eigen ontwerpen dus ook daadwerkelijk te kunnen maken is echt fantastisch. Hij zei altijd, een goede meubelmaker is een luie meubelmaker. Hier bedoelt hij mee dat een meubelmaker gewoon zo slim mogelijk moet gaan werken. Zodat je zo weinig mogelijk hoeft doen. Bij deze stage heb ik de lamp van mijn dromen leren maken. Ik mocht mijn eigen ontwerp helemaal zelf proberen uit te werken. Als ik vragen had, hielpen mij. Hierdoor wist ik zeker dat ik met lampen bezig moest gaan. Mijn creativiteit zie je niet alleen in mijn producten. Je ziet het in alles wat ik dagelijks doe. Ook in mijn schoolopdrachten, die zijn altijd kleurrijk en apart. Wat voor andere mensen out of the box denken is, is voor mij de normaalste gang van zaken. Ik vind het ook leuk om leerlingen te helpen als ze vastzitten. Ik breng ze op een ander pad waar ze zelf nog niet aan hadden gedacht. Mijn visie is om over 5 jaar een eigen bedrijf aan huis te hebben. Hier zou ik graag mijn producten die ik zelf maak kunnen verkopen. Ook hou ik graag workshops waar ik mensen hun creativiteit wil laten ontdekken door ze hun eigen lamp te maken. Mijn naam is Anouk Kuipers. Het kleine lichtje in deze duisternis. Anouk, en ik weet dat zij hele mooie lampen maakt. Ja, zij maakt echt prachtige lampen. En wat ik daar heel bijzonder aan vind, is als je zo creatief bent in je hoofd, dat om weet te zetten naar er zoiets van te maken met je handen, fantastisch. Gaaf, hè? Al die verschillende dingen die je allemaal onder dak hebben, dat is mooi. Ja, het is echt. Het heet ook niet voor niets mega belangrijk onderwijs wat wij doen, want wij maken de maatschappij met z'n allen. Zo is het. We gaan naar de boerderij, want daar is Janine. Ik weet nog heel goed, ik was 6 jaar oud. Ik ging vaak mee met mijn broer naar het voetbalveld om de weg te brengen naar training. Bij het voetbalveld stond namelijk een manege en thuis hadden we al erop paarden. Maar daar hield ze de sport voor T-shirt. Als eigenlijk een combinatie van turnen en van paardrijden. Dus ja, turnen op een bewegend paard. Ik had zelf nog nooit van een sport gehoord, maar de eerste keer heb ik een paar keer gewoon gekeken. En op een gegeven moment vroeg de juf aan mij van, goh, wil je een keer meedoen? En ik was eigenlijk meteen verkocht. 11 jaar heb ik de sport beoefend. Helaas, dus vorig jaar is het gestopt. Maar eigenlijk is vanuit daar is wel de liefde ontstaan voor kleine kinderen. Ik vond het altijd heel erg leuk om de kinderen te helpen met de training, om met de wedstrijden op te zetten. Op dit moment volg ik de opleiding Sport en Bewegen aan het Alfa College en volg ik het profiel BOS, dat is buurtonderwijs sport. En ik loop stage op de Maskeraam in Maasdijk. Een oudejaarsstudent heeft daar een sportstimuleringsplan opgezet. En samen met een tweedejaarsstudent begeleiden we de halfuursactiviteiten. Dat is eigenlijk een extra beweegmoment voor de kinderen. Een half uurtje per week, elke klas. Krijgt dan een extra moment sport. Dan gaan we spelletjes doen die ze in de pauze ook weer kunnen gebruiken. En we gaan ook met elkaar willen we een compleet boek aanleveren waar allemaal spellen in staan. Zodat de leerkrachten kunnen dan, bijvoorbeeld als ze een moment rust hebben, kunnen ze even een spel met de kinderen gaan doen. Op stage heb ik ook een jongetje met Down-syndroom. Ik weet niet heel goed, we zouden een les voorbereid. Dat heet hoepeltrek race. Dat houdt in een hoepel, daar zit een touw aan. En iemand staat in de hoepel en de ander trekt de hoepel mee aan de touw. En degene die in de hoepel staat moet eigenlijk proberen om in de hoepel te blijven lopen. Zonder dat hij eruit komt. En de juf hield altijd een beetje al het jongetje een beetje bij zich. Die was altijd bang of hij wel kon of niet kon. En ik vind altijd van nee, heb je ja, kun je krijgen. Dus ik vind eigenlijk gewoon altijd dat...
dat hij kan proberen om mee te gaan doen. Lukt het niet, dan differentiëren we op zijn eigen niveau, zodat iedereen gewoon mee kan doen. En nou, we hebben hem gewoon mee laten doen en het ging eigenlijk hartstikke goed. Het gaf mij een heel goed gevoel dat iedereen gewoon mee kan doen op zijn eigen niveau van sport. En ja, dat vond ik echt heel mooi om te zien. Hierna wil ik graag doorstuderen naar het HBO. Ik wil of de PABO gaan doen of de ALO, maar daar ben ik zelf nog niet helemaal over uit. Maar ik zie mezelf over 10 jaar zeker werken op een BSO, misschien op een kinderdagverblijf. Misschien zelfs voor de klas of iets met sport of in combinatie van alles. Maar zeker iets met kinderen. Ja, yeah, goed gedaan Janine. En ik heb Janine veel meegemaakt de afgelopen dagen. Zij hebben echt honderden hectare aardappelland. Ze hebben altijd wat te doen. Paarden en alles op de boerderij. Dus zij verveelt zich niet in deze fase. Ongelooflijk mooi hè, wat ze doet met sport en spel. Ja, heel mooi. En daaraan toevoegen dat natuurlijk leiderschap wat zij in zich heeft. Ik ben er jaloers op. Ja, precies. We hebben nog een kandidaat en een hele goeie. En dat is Tom. Vroeger was ik altijd al erg veel aan het tekenen. Aan het knutselen en dingen in elkaar aan het zetten. Deze creativiteit die heb ik van mijn moeder. Zij kon altijd prachtige schilderijen maken. Mijn vader die is de ondernemer thuis. Hierdoor was ik op vrij jonge leeftijd altijd al heel erg creatief en toch wel ook wel ondernemend ingesteld. Zo had ik bijvoorbeeld op 11-jarige leeftijd besloten dat ik wel architect wilde worden. En niet zomaar architect, ik wilde mijn eigen bedrijf. Samen met mijn vader gingen we nadenken over een bedrijfsnaam. En ik creëerde een fictief bedrijf genaamd Architecteninstituut Nederland. Ik had op deze leeftijd geen flauw idee wat het woord instituut betekende, maar ik vond het wel cool klinken. Dus ik maakte een logo, een visitekaartje met daarop een nep telefoonnummer en een nep adres. Ik was al heel erg veel bezig en ik zag het helemaal voor me. Zo heb ik ook op 15-jarige leeftijd met mijn spaargeld, wat ik destijds als vakkenvuller bij de Albert Heijn verdiende, geïnvesteerd in een lading horloges die ik rechtstreeks vanuit China inkocht en weer verkocht op het schoolplein aan leeftijdsgenoten en aan klasgenoten, om op die manier een beetje mijn geld te kunnen laten groeien. Onbewust had ik altijd al heel erg veel voldoening uit ondernemen en uit mijn zelfontwikkeling. Maar toen kwam Alpha College om de hoek kijken. Ik startte de opleiding Media Vormgever. Eigenlijk was dit perfect, want ik kon mijn creativiteit uiten met de ondernemende gedachten. Op een dag vroeg mijn vader aan mij, en ik weet het nog heel goed, hij zei: Tom, ik zie wat je doet op de opleiding. Zou je misschien ook een visitekaartje voor mij kunnen ontwerpen en een logo? In de ruil voor een leuk zakcentje, zei hij. Dus ik zei natuurlijk geen nee. En binnen een paar uur had ik een mooi logo voor hem gemaakt. Dit was ook de dag dat ik realiseerde dat ik misschien mijn geld op een andere manier kon bijverdienen dan door die stomme vakken te vullen bij de Albert Heijn. Want om eerlijk te zijn, vond ik dat echt helemaal niks. Dus ik ging mezelf een beetje oriënteren. En op 16-jarige leeftijd schreef ik mijn bedrijf in bij de Kamer van Koophandel. Inmiddels zijn we 2 jaar verder. Ik ben 18 jaar oud en ik heb Foyo Brand opgebouwd. Hiermee heb ik handenvol ondernemers kunnen helpen met prachtige projecten. Logo's, websites, complete huisstijlen, animatievideo's en ga zo maar door. In combinatie met mijn studie heb ik een potentieel bedrijf op kunnen bouwen die ook nog eens zorgt voor een lekker maandelijks inkomen. Ik ben van plan om na deze studie ook door te gaan studeren, want ik wil mij verder ontwikkelen op het gebied van marketing en ondernemerschap. Om te zorgen dat mijn bedrijf kan blijven groeien in combinatie met mijn studie, omdat het natuurlijk ook best wel wat tijd inneemt, heb ik verschillende samenwerkingen met zakelijke partners, maar ook met studenten. Om eventueel wat werk ook uit te kunnen besteden, om zo te kunnen blijven groeien. Ik geloof erin dat als jij je passie vindt en daarop gaat verder bouwen, dat je heel ver kunt komen. En trouwens, ik heb tegenwoordig ook visitekaartjes met mijn echte gegevens erop. Dus mochten wij elkaar een keer tegenkomen, dan wissel ik er graag een met je uit. Tom, fantastische kandidaat natuurlijk. Ja, echt een hele mooie kandidaat. Een ondernemer puur sang, nu al, op zijn leeftijd. De jongen gaat er echt wel komen. Ja, ik zit zelf over te denken om mezelf in te zetten voor mijn eigen marketing. Dat is een goede gozer. Mooi. Belangrijk moment in de show natuurlijk, want we gaan de winnaar bekendmaken van Alpha Schout. Het is volgens mij toch een beetje de belangrijkste uitreiking, vind ik altijd. Die student, waar het allemaal om draait, het echte goud. Hoe gaan we dat doen? Jij weet het al, Enno. Ja, maar ik weet het al, ja. Ik weet het nog niet, want we hebben namelijk Ellen. En Ellen die is ergens in het land en daar gaan we eventjes mee bellen. En als het goed is, staat hij dus om de hoek. Hey Jonas, met Ellen. Hey Ellen, jij bent ergens in Nederland. We weten niet waar, maar je staat om de hoek. Of, vertel even, waar ben je? Ja, dat klopt. Nou, ik ben in Hardenberg. Oeh. En ik sta heel dichtbij de plek van het huis van de winnares. Oké. En ik heb een hele mooie blos bloemen mee. Zullen we haar maar gaan verrassen?
Doe eens. Oké, dan leg ik je wel eventjes weg hoor. Ja, is goed. Oké, daar gaan we. Prachtige bloemen erbij, moet je eens kijken. Oké, nou. Hoekje om. Nummer 9. Nee. En nummer 7, daar moeten we ook niet zijn. Kijk, nummer 3. Daar gaan we. Spannend. Ik zie al mensen in de keuken coronavrij aanbellen. Ja, heel goed aanbellen. Ik heb aangebeld, de bloemen liggen voor de deur. Oké. En? Er wordt open gedaan. Yes. Hallo! Ja. Van harte gefeliciteerd, je hebt alvast goud gewonnen. Echt? Ja! Jazeker! Echt of niet? Nee, denk ik niet. Ja, dit is echt. Je kan het niet geloven, hè? Nee, echt niet. Kijk, ik heb een hele mooie bos bloemen voor je neergelegd. Sorry, ik kan het helaas niet aangeven vanwege corona. Oh. Mooi kijken. Super bedankt. Hoe voel je nu? Wat gaat er door je heen? Oh, ik kan echt niet. Je bent nee, helemaal stil van gehoor. Nee, denk ik. Echt niet. Oh, ik voel... ik weet het niet. Had je dit verwacht? Nee, echt niet. Nee hè? Maar nee. Je hebt het wel verdiend? Ja, wel. Ja, echt zeker wel. Oh, kijk, je moeder die staat daar uit het raam te filmen. Tenminste, ik denk dat het je moeder is, of niet? Ja, dat weet ik. Kom ook maar even naar buiten anders. Kom er maar bij. Oh, kijk, je zusje. Hallo. Hallo. Je dochter heeft alvast goud gewonnen. Dankjewel. Dankjewel, Ellen. Okay. En helemaal overwhelmde Mitja. Die was helemaal flabbergasted. Geweldige reactie. Ja, schitterend om te zien en ook te horen. En wat mij betreft is zij echt een voorbeeld voor alle kinderen waar ze ook nog mee gaat werken. Ja, inderdaad. We gaan even luisteren naar Danny, de winnaar van vorig jaar. Die zit natuurlijk dit jaar in de jury. Wat hij ervan vond. Wauw, Mitja. Van hartelijk gefeliciteerd met Alfa Schout. Wat een bewonderingswaardig verhaal dat jij zegt. En zoveel doorzettingsvermogen. Als je zo jong bent en precies weet wat je wil, en dan zoiets verschrikkelijk meemaakt, maar daar dat je jezelf weet te herpakken, en dan toch je dromen naleeft, dan ben je denk ik al een groot voorbeeld voor anderen. Leergierig, enthousiast, doorzettingsvermogen en ook nog eens inspirerend, is denk ik een totaal pakketje van Alfa Schout. Heel veel succes. Ja, Danny, ook zo'n topper. De winnaar van vorig jaar. En daarmee komen we eigenlijk aan het einde van een hele bijzondere editie van Alfa Schout. Ja, dit was echt een hele bijzondere editie. Ik wil jou eerst nog even feliciteren, Mitja. Echt fantastisch gedaan. Grote klasse. En die bijzondere editie is wat mij betreft eenmalig. Mm-hmm. Het was ontzettend gaaf. Ja. Maar ik hoop echt dat we volgend jaar in een uitverkochte zaal weer met z'n allen een groot feest kunnen vieren. Yes, dankjewel voor je komst, Anna van der Werf. Super. Dankjewel voor het kijken naar deze bijzondere editie van Alfa Schout 2020. Blijf gezond, pas goed op elkaar en we zien elkaar volgend jaar gewoon weer live. Zie je.